Hallo filmfans. Hallo, wij zijn Jasper en Iman. Wat is het warm. Het is verschrikkelijk warm. Veel te mooi weer om binnen een review van Star Trek Beyond te doen. Voor de neutrale voorbijganger, ik zou kunnen denken, zijn die twee heren daar vieze dingen aan het doen? En dan is het antwoord, nog niet. Oh. Maar laten we gewoon eerst even gaan kijken naar een clipje van Star Trek. Star Trek Beyond. Fire at will! Do it! Do it! Even kort plot. Ze storten neer op een planeet en moeten er weer af. Yay! De hele film verpakt. De hele film. Ik ben zeker teleurgesteld, maar ik heb me wel vermaakt. Oké, positieve puntjes. Ja, laten we daarmee beginnen. De film is heel goed gecast. En ik vind het heel goed dat ze deze film wat meer focussen op de drie die in de serie ook het belangrijkste waren. Spock, Kirk en Bones. En dat werkt. De eerste twee gingen het vooral over Scott en Kirk. En nu is Bones krijgt echt een wat iets betere rol. Ja, hij is een beetje voice of reason altijd, ja. Toch? Hè? Ja. Dat is altijd wel leuk. In plaats van altijd hyperactieve gerend. Ja. Ik vond het begin heel tof. Jullie hebben misschien wel de trailer gezien. Daar was ik niet zo enthousiast over. Dat leek een gigantische actiefilmcompilatie te worden met het nummer van de Beastie Boys, Sabotage eronder. Dacht je, oh mijn god, dat wordt voor dit, voor een actiefilm. What the hell is this? En toen begon het opeens een beetje subtiel. Ja, dat vond ik best cerebral. Wel prettig. Gewoon rust, de ruimte, de verveling van de ruimte. En er zat een voice-over. En het ging rustig en er werd gepraat tussen mensen. Het zag er mooi uit en de dingen. En dat, ja, dat vond ik heel prettig. Ja. It's fun. It's entertaining, light-hearted fun. Vermakelijk genoeg. Maar er zijn ook negatieve kanttekeningen. Die zijn er zeker. De film is gewoon stompzinnig. Juist. Burning ship. Het heeft een beetje hetzelfde euvel als wat X-Men had. Ja. X-Men gaat ook veel meer over de diplomatiek erachter en de ideeën erachter. En dan wordt het ook een actiefilm. En dat heeft Star Trek ook. Ja. Het gaat over gesprekken met buitenaardse rassen en wezens en weet ik veel wat. En dat zit niet in deze film. To explore new worlds. En dit is eigenlijk to fight people in other worlds. Ik vond de actie gewoon niet zo boeiend. Ik heb me echt best wel vermaakt bij een paar actiescènes. Ik heb wel genoeg ruimteschepen zien neerstorten. Ik heb wel genoeg kung fu gevechten gezien. Been there, done that. Ja, ja oké, je hebt gelijk. Het is niet super origineel, maar ik vond het wel... Het was wel aardig gedaan. Idris Elba als de bad guy. Wasted. Idris Elba voegt niks toe. Kan hij ook niks aan doen, want hij heeft gewoon een buitengewoon oninteressante rol. Zo inwisselbaar, ja. Voor welke villain dan ook. Hetzelfde als met X-Men Apocalypse. Waarom zou je zo'n goede acteur casten voor een rol als hij de hele tijd onherkenbaar achter make-up zit en ook een hele saaie rol heeft? Zou hij dat dan alleen maar voor het geld doen? I'm counting on it. Oké, genoeg haat. Ik twijfelde wel een beetje, maar dat komt ook omdat ik gewoon meer had verwacht. Maar ik ga toch voor 3 sterren. Ik ook. 3 sterren, het is een 3 sterren film. Ik had meer verwacht en 3 sterren is in dit geval een klein beetje een teleurstelling. Ja. En wat me vooral droevig stemt, is met de verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren op dit moment. Dat de mooie boodschap van Starfleet, van to explore new worlds en in vrede en de grenzen van het universum opzoeken. Mooi. Zo verschrikkelijk ver weg lijkt. Mooi. Mooi. Live long and prosper. Ik kan het niet. Dat was hem. Bedankt voor het kijken. En geniet van het mooie weer. Ja, maar we zeggen ook altijd nog even, abonneren mag. Duimpje omhoog, duimpje omlaag. Maakt niet uit wat je wil. En bedankt voor het kijken. Yay. Dag.